En hallo mensen, tof jullie kijken naar weer een nieuwe video. Mijn naam is Rodney en ik ben hier vandaag in Call of Duty Infinite Warfare. En er staat hier in mijn scherm een prachtig bericht dat er staat nieuwe mode, dus nieuwe game mode. En dat heet Frontline. Wat deze game mode eigenlijk zegt is, het is een team deathmatch. Maar wat er staat, has teams fighting to decide the base, spawns in opposite ends of the map. Eigenlijk heb ik er geen beeld bij, dus we gaan vandaag daar een lekker potje mee van spelen. Maar toen ik deze game joinde vandaag, toen stond dit in mijn zo prachtige recorder, maar die gaan wij gewoon even openen. Gewoon gratis erbij. Die is wel echt. Deze, die legendary. Even kijken voor Lime Machine Gun. Dat is een beetje jammer dat die voor Lime Machine Gun is, dat gebruikt niet heel veel. Maar die is wel heel tof. Kijk, heb ik een mooie Lime Machine Gun staan? Die heb ik staan. Deze. Ik heb hier, het is echt gewoon, zo ziet het er normaal uit. Zo. Dan heb ik nu gewoon dit erop zitten. Gewoon, het lijkt heel erg standaard, maar oké, dat ik dit gewoon lelijk vind. Dit is wel echt heel tof, ik ga dit gewoon opzetten. En ik heb hier ook nog een mooi dingetje, maar er is verder niet zoveel aan veranderd. Ik zie ook dat ik een nieuw wapen heb. Oh, een nieuwe variant van het ding. Prachtig. In ieder geval, wat we gaan doen, we gaan vandaag spelen met de OSA. En waarom met de OSA? Omdat ik level 55 ben. En het is eigenlijk het enige level dat ik met de OSA kan spelen en ik daar gewoon even gebruik van wil maken. Want ik kan niet heel veel meer opzetten, ja. Ik stel het Max en Suppressor. Maar ik vind eigenlijk mijn setup zo wel prima. Ik heb een mooie clustergranaat aan een Ghost, dat zien mensen niet. De minimap, dus eigenlijk zou ik daar ook wel Suppressor op kunnen zetten. Zou wel kunnen. Zou ik dat doen? Dit heb ik wel handig. Dit heb ik wel nodig en dit is ook wel nodig. Maar weet je, ik laat het gewoon lekker zo. Ga gewoon lekker even kijken waar staat dat. Frontline. Ga gewoon een potje joinen. Even kijken. Sowieso, dit sprak me wel aan. Dat rode poppetje sprak me aan. Want ik speel op dit moment speel ik ook met de FTL. Met daaraan heb ik de FTL Jump. Waarvan ik eigenlijk. Ik vind het wel grappig, maar ik ga deze gebruiken. Dat is Face Shift. Dan ga je door een andere dimensie kan lopen. Dan zie je geen enemies, zie je alleen de map. Kan je gewoon lopen. En dan ja, het kan zijn dat als het ding voorbij is, dat je dan in een enemy spant. En dit zorgt ervoor dat als je op het moment zelf dat je ergens loopt, of als je richting enemy gaat, er staat ook eentje achter je. Eentje die je, dus een enemy die je niet ziet. Dan. Ik zie al van alles staan, maar. Wat betekent dit? Ik weet het niet. Oh, wauw. Kijk dit. Zag je het? Zag je het? Ik hoop het. Het was een beetje scheef van mij, ik weet het, maar. Dit heb ik niet aan. Zie je daar lopen? Dat is ook prachtig. Even kijken. Oh, kijk, daar zouden we wel. Ik weet niet wat we precies moeten doen. Of we hier moeten blijven of wat. Ik weet niet precies wat we moeten doen, maar. Oh, dit ding is zo moeilijk, hè. Dit ding is echt rikkel. Dat is echt niet normaal, gewoon. Maar we staan achter en ik weet niet hoe dit in elkaar zit, die puntentelling. Dus ik kan eigenlijk vrij weinig gaan doen op het moment dat ik niet weet hoe het werkt. Nee, dat gaan we niet doen. Oh, toch wel? Jullie gaan wel daarachter? Oké. So far. Huh. Ik ga daar wel weer weg. Oké, ik ga wel weg. Oké. Gaan we hier naartoe? Hier iets op iemand te vinden. Surprise! De rico van dit ding is echt niet normaal. Oh. Ik wil eigenlijk weten of ik daar in een span kan staan. Dat wil ik weten, maar dat komt ook niet uit. Ik kom er niet uit. Hier die mond te dicht. Dat zit nog eigenlijk een prachtig namelijk. Oké.
Niemand? Ik vertrouw het niet. Oké, daar zagen we het al. Ik kan zo niet op hun af, dus het is veel te veel rage. Het redt het ding echt nooit. Wacht. Ah, nee. Wat fuck moest ik jij daar? Waar staat die op? Sowieso is dat een glitch of zo, want ik heb daar nog nooit iemand zien zitten. Je kan hier ook helemaal niet zitten. Oh mijn god. Ik doe mijn best jongens, alleen ik heb niet precies, ik heb echt een idee wat ik moet doen ofzo. The enemy has a drone package. Oh, dit heb ik ook nog, tuurlijk. Dit ding zit ook nog een prachtige granaat. Dat is altijd grappig. Mag ik hier lopen? What exactly are you trying to accomplish? Of als jij dat doet, dan weet ik ook niet. Oh, lol. Hey, onze punten gaan sneller. Oh, ik had helemaal niet idee dat het op ieder moment van de tegenpartij was. Zo, je bent slecht. En één was ook lelijk, maar jij was ook slecht. You are running out of time. Friendly drone support is active. Kom dan. Oh, ik had iets van, weet je, diegene die gaat toch niet opletten. Hij kan me wel gezien hebben, maar... Pss. Maar nee, zo makkelijk en mooi was het niet. For your next encounter, estimates remain positive for overall success. Oké, en nu? Krijgen we nog een tweede ronde? Ik vraag me echt af wat ik nu moet doen, want ik heb geen idee. Oké. En nu? Oh, je hebt wel twee rondes. Oké. Ik kom er gewoon niet uit wat dit voor extra toevoeging heeft. Maar nog een beetje het heeft twee rondes zoals die zoals wat zo heet dat. Oh, dit is een leuk idee. I have identified an enemy UAV in your vicinity. Ja, wat denk je toch te kijken, man? Zo. Ik weet nog steeds niet wat het verschil is. Ik denk eigenlijk, ondertussen, wat ik wel begrijp, is dat je meer health hebt daar. Dat je tegen de spam treffen. Anders zou ik het ook niet weten. Enemy scorches are imminent. Zeg je, die warden hangt maar echt niet handig hier. Friendly warden providing close air support. Friendly is altijd goed. Waar is iedereen nou? Friendly drone support is actief. Hup, waar zijn alle enemies? We weten niet, jongens. UAV
Okay. Oh, ik heb de drone packet niet. Hoezo niet? Niet campen. Oh, lol. Ik kan je ook gewoon langslopen, vind jij. Kijk, nu gaat het balkje weg, want andere woorden, je gaat minder snel dood in de spawn. Friendly drone support is active. Een soort slim spawn trap systeem. Had ik snel beide niet? Wel, ja. Het is een soort slim spawn trap systeem, alleen ik ben er zelf niet zo fan van dat je alsof moet. Jezelf ook moet kunnen beschermen in elke situatie. Je krijgt niet overal spontaan weer extra helft erbij ofzo. Sowieso. Het zou nu ook helemaal niet slim zijn om de spawn in te rennen. I have identified an enemy UAV in your... Oké. Kom dan. Hoor je wel, links. Oké. Kom dan. Doe je, hè? Ik ben niet dom. Wat? Hoezo zijn die dood? Heel slim, net buiten de spawn. Hij loopt daar. Oeh, dankjewel teammate. Waar loopt hij? Oh, lelijk even. Oké, we gaan het in ieder geval verliezen, dat zie ik al. Die hoed in een race ook nog erbij. Prachtig. Kan ik ook. Enemy UAV in your vicinity. Nou, ik heb toch geen zin meer over hier. Nou, team is geliefd. Tuurlijk. Ben ik de laatste kill die gemaakt is? Wauw. Er zijn er lang geen kills meer gemaakt, maar oké. Okay. Wat ik echt van deze game ondertussen begrijp is... heel simpel, het is Team Deathmatch met twee rondes. Dus Team Deathmatch met de lengte van... hoe zeg ik dat goed? Team Deathmatch met de lengte van Domination. En je hebt meer health in de spawn. Dat is alles wat ik ervan kan maken. En daarmee kan ik ook meteen zeggen dat ik, ja... Met netwerkfout maakt me niks uit. Ik ben er geen fan van dat je op die manier ook meteen... Weet je... Op die manier heb je ook meteen, dan ga je dat spantrappen tegen. Maar als je dat, het kan in je voordeel zijn, maar ook in je nadeel. Dat als je zelf een spantrappen super goed gaat, dan is dat ook meteen een nadeel. Dus ik ben persoonlijk geen voorstander daarvan. Maar misschien jullie wel. Ik weet het. Doe dan zeker even een blauw duimpje af. Vergeet niet te abonneren en te reageren bij mijn kanaal hier beneden. Dan zou ik zeggen tegen jullie allemaal, hartelijk bedankt voor het kijken. Dan zeg ik laters, dag en doei.